Mensen, ik moet mijn excuses aanbieden. Ik zit me hier een beetje voor te doen als een phasmophobia YouTuber. Maar voor de mensen die mijn video's vaker kijken, weten jullie dat de laatste tijd het eerder slechter is gegaan dan beter in phasmophobia voor mij. De game, geweldig. Ik, niet zo geweldig. Ik ben getrolled. En dat kan natuurlijk niet, want dat mag ik niet laten gebeuren. Dus vandaag moet ik mijzelf weer, hoe noem je dat, redeemen. Ik moet mijn status verdedigen. Ik moet aan jullie laten zien dat ik het wel kan. Want zo kan het niet. Ik kan niet live gaan met jullie spelen, video's maken en dan getrold worden door een freaking mimic. En het niet doorhebben. Niet eens een seconde erbij stilgestaan van, yo, misschien is deze ghost een mimic. Dus moet ik even verder kijken dan mijn leuslang is. Nee, gewoon niet. Dat kan natuurlijk niet gebeuren. Dit is eenmalig, oké? Vergeef het me. Ik ga niet huilen, want anders was het de perfecte YouTube excuus video. Ik hoop dat ik die nooit serieus hoef te maken. Maar vandaag ga ik het goed doen. We zijn hier met Michelle Clark. En we moeten er bellen. Oké, dat is leuk. Kan ik gelijk laten zien dat ik dat nog kan. Een hunt prevent en een motion sensor. Jongens, ik heb trouwens goed nieuws. Check dit. Ik heb het boekje weer terug met de mooie balpen. En kijk. Oh, je kan hem hier niet plaatsen. Oké, never mind. Ik wilde echt helemaal cool gaan doen en leuk vertellen. Ik heb nu mijn boekje weer terug. Maar nee, ik mocht het niet laten zien. Wat het dus in ieder geval inhoudt, is het boekje wat ik hiervoor had. Dus de tier 1. Had een low interaction rate. Dus dat betekent dat die ghost gewoon 10 minuten kan gaan chillen. En niks kan gaan doen. En dan denk ik van, yo, is het nou wel of geen ghostwriting? Maar dit boekje heeft een medium interaction rate. Dus dat, ja, gewoon meer kans dat de ghost iets gaat doen, letterlijk. Jullie snappen het. Jullie zijn beter dan ik in de game, dus ik hoef het ook niet uit te leggen. Hier hebben we een hiding spot, dat is goed. Ik wil vandaag, wat zou ik leuk vinden? Ik wil de voodoo doll. Die heb ik al best wel een tijdje niet gehad. Dat zou ik erg, erg leuk vinden. Maar waarschijnlijk krijg ik die niet, want nee, geen voodoo doll. Oké, laten we hier ook even een goed rondje lopen voor de boon. Willen jullie trouwens iets leuks horen? De vorige keer dat ik voor mij op deze map heb gespeeld, was met mijn broertje. En toen konden we de boon niet vinden. En toen zaten we aan het avondeten. En opeens zei mijn moeder zo van, zoiets van, jullie zijn echt blind. Of ik had de boon wel gezien. En mijn broers en ik zaten echt zo te kijken van, wat? Want ik weet wel dat mijn moeder soms mijn video's kijkt. Dus mam, kijk je dit, shout-out naar jou. Maar doe ze dat doorstaat, I don't know. Maar ik verwacht het niet of zo. Ik ga er niet van uit dat ze die video's kijkt. Want ja, vooral de musicbox. Soms upload ik best wel veel en best wel lange video's. En het zijn games die zij niet begrijpt. Dus het is niet echt iets wat ik zeg. Het is niet de doelgroep, snap je? Oké, ik moet gefocust blijven. De bone, let's go. Hier geen hiding spot, oké. Is goed, ghost. Heb ik niet nodig. Als dit goed gaat, jongens, dan ga ik de volgende keer Nightmare weer doen. Dat heb ik ook al heel lang niet gedaan. En dat moet ik eigenlijk wel weer een keer doen. Maar ik ben gewoon bang. En dat is geen goed excuus. Dus als ik dit haal, dan kan ik Nightmare ook weer proberen. Eigenlijk is Nightmare helemaal niet zo heel, heel verschrikkelijk. Ja, de twee evidence is minder leuk. Als je bijvoorbeeld echt een vervelende ghost hebt. Maar qua hunts, dat die doorgaat, dat is eigenlijk aan de ene kant wel logisch. Want even serieus, welke ghost die denkt, yo, ik heb nu iemand vermoord. Nou, dat was genoeg voor vandaag hoor. Morgen weer een nieuwe dag. Ik bedoel, nee, die hunt natuurlijk gewoon door. Ja, tenzij de ghost je opeet. Dan kan die vol zitten en dan hoeft hij niet nog een persoon te eten. Maar ik denk niet dat dat is hoe ghosts werken in Phasmophobia. Ofwel, en dan hebben we net de code gekraakt. En dan is dat de reden waarom in Professional de ghost niet meer wil. En in Nightmare heeft hij gewoon een oneindig grote maag. Hey, hold up. Ik heb voor mij het hele huis al zo goed als doorgelopen. En geen boon. Dus hij ligt hier, want dat kan niet anders. Dan ben ik er net langs gelopen. Nee, kakzooi. Nee, dat ga je niet menen. Ik ga echt dit spel deinstalleren. Ben ik zo blind? Ik heb dit elke keer. Elke game. Oh, ik hoor wel de ghost. De ghost zat hier aan een deur. Was het hier? Voor mij was het een van deze twee deuren. Ik denk deze. Deze is IMF2. Wat is dit? Oh nee, IMF3. Het is deze deur. Oké, nou dan gaan we hier gewoon eventjes dit allemaal droppen. Maken we een foto. Hebben we fingerprints foto? Ik denk het niet. Nou, ik ga daar even nu niet een foto van maken. Want straks hebben we een loze interaction foto. Of gewoon een foto van de deur. Laten we allemaal spullen droppen. En eventjes wat evidence dingen gaan halen. Misschien moet ik het gewoon opgeven om de boom te gaan zoeken in Phasmophobia. Dat is wel triest. Yo, spook. Heb jij ghost orbs voor mij? Hoor ik nou een kraan? Ik zie wel een ghost orb. Dat is goed. Voor mij hier ergens. Was dat zo of niet? Oh ja, daar. Ik wou zeggen, ik zag toch echt een ghost orb. Oh, nu gooit hij ook weer mijn dingen. Nice. Oh, het wordt heel druk. Oh, daar gaat het schilderijtje. Wat is dit? Het klinkt een IMF5. Het is een IMF5. Oh, er gebeurt zoveel tegelijkertijd. Stop, hou op. Oké, er gebeuren heel veel dingen. In ieder geval is hier de... Oh, de kraan. Oh, daar kunnen we een fotootje van maken. Waar is mijn... Huh? Hey! What the... Oh. Bro, wat is dat geluid? Oh, en ik moet Nightmare gaan spelen? No way. Hey, deze ghost is heel boos. Wacht even, ghost. Je zat hier aan de deur voor mij. Ja, dat klopt. Oké, je had hier dirty water. Dat wil ik ook eventjes. Is het? Ja, het is geen interaction foto meer. Dat is redelijk logisch. Want voor mij staat hij al een tijdje aan. Dat geluid vind ik eng, oké? Zullen we afspreken, spook, bij deze, dat we dat niet meer gaan doen? IMF5 en ghost orbs. Een Raichu of een Opake. Waarom zijn er zo weinig ghosts met deze combinatie? Oké, dat is op zich leuk. Dan kunnen we... Wacht, ik ga even buiten staan. Ik ga niet binnen chillen met deze ghost. Deze ghost is helemaal gek. Opake kunnen we dan makkelijk aan de fingerprints zien. Dus, en een
Raichu is dots. Oké, dus dan is het geen ghostwriting, geen freezing temperatures, geen spearbox. Dat is best wel leuk, want deze, ja, eigenlijk kan je best wel makkelijk op de dots na. Kan je best wel makkelijk deze evidence checken. Fingerprints is vooral heel makkelijk. Nu zout ook echt een UV evidence is. Daar gaat mijn camera. Die heb ik net neergezet, Ghost. Oké, dankjewel. Dan pakken wij een dots en een UV en een crucifix. Die moet ik toch meenemen. En ik denk dat dit een gepast moment is om daar eventjes een crucifix neer te leggen. Want deze ghost maakt mij bang. Wat moet je trouwens tegenwoordig doen om een perfect game te halen? Dan moet je sowieso een ghost foto ook. Ja, en de bone. Dat is redelijk logisch. Maar die moet ik nog even zoeken. Oké, hebben wij al iets van een fingerprint? Ik denk eigenlijk dat het dots is. En dan is het een Raichu. Dat denk ik zo, hoor. Kerel, stop, hou op. Oh, oké. Laten wij eventjes, deze kunnen we wel even zo neerleggen. Kijk, daar staat die daarop. Pakken we mijn camera weer op. Die zetten we hier op. En dan doen we de dots. Oké, dit doet dus echt helemaal niks. Oh, ik moet hem misschien aandoen. Zou dat het zijn? Ja, oké, kijk, zo. Zo kunnen we een beetje wel dots kijken. En dan pakken we straks ook nog die andere. En wat ging ik nu weer doen? Nu heeft mijn brein een error. Ik ga weg. Even deze zaklamp uit. Die drop ik wel hier. Oh, doet hij net de douche weer aan. Als dit een Raichu is, is het wel een hele boze Raichu. Ja, nou ja, dat klopt ook wel. Want hij is redelijk boos aan het doen. Deze dots kan je wel echt goed zien. Alleen is het enige nadeel dat hij dan wel nu over het bed heen moet gaan lopen. En ik weet niet of hij dat echt doet. Dus we nemen nu van andere dots mee. En wat moesten we nog meer? Een motion sensor. Oké, dat kunnen we wel doen. En ja, straks moet ik dan even een smudge stick en een lighter meenemen. En dan nemen we nu nog wel een crucifix mee. Misschien kan ik zelf gewoon met die dots zien of die er doorheen loopt, hoor. Dat zou best wel kunnen. Laten we deze in ieder geval weer even uitzetten. En een motion sensor, laten we die hier neerzetten. Ik denk dat dat misschien wel een goede is. Zo, twee crucifixes zo. En dan nu, ja, moeten we even afwachten. Maar ik weet niet hoe goed... Hij loopt in ieder geval door de motion sensor heen. We hebben ook de objective. Oké, goed. Zo, kijk, dit is nu wel helemaal bedoeld. Is dat een woord? Bedotst? Nee. Oh, kak. Nou, op zich is dat wel nice. Oh, waarom doe jij zoveel? Dat is echt irritant. Misschien moet ik de camera iets meer op de... Oh, dit is perfect. Dit is perfect. Dit is perfect. Hij zat opeens weer aan een andere deur. Ik weet niet waarom. Maar eventjes weg. We kunnen ook nog zout zo meteen meenemen. En dan kunnen we even gelijk controleren of het UV is, ja of nee. Maar ik vind het wel leuk om even met die dots te klooien. Kijk, heerlijk. Ik heb nog nooit zo goed dots gehad op mijn camera. Dus ik heb niet echt dots de Evans, maar dat je het überhaupt kan zien. Want als je een hele grote kamer hebt, is dat best wel een struggle met zo'n klein dingetje. Maar wacht even, hè. Want we hebben Ghost Orbs. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar kan het niet gewoon de Mimic? Nee, die heeft geen IMF5. Oké, we're good. We're good. Het was toch wel echt... Ja, het was een echte IMF5. Okay, laten we dan zout en ik denk maar eventjes de smidgestick en de lighter meenemen. Ja, hoe wil ik het trouwens repellen? While it's chasing someone. Dan moet hij echt mij chasen. Als de Raichu is, kan die best wel sneller zijn. Dus dan moeten we eventjes daar rekening mee houden. Tijdens een hunt. Dus dan zouden we eigenlijk even de breaker uit moeten zetten. Dan is hij minder snel. Oké, laten we met het zout naar binnen gaan. En ik drop nog heel eventjes de smudge stick en de lighter. Neem een extra UV voor mee. Aangezien ik nog niet echt per se een hunt wil starten. Ik bedoel, ik vind de ghost heel leuk. Maar die hunt wil ik zelf even onder controle hebben. Dus waarschijnlijk... Oké, dat is het voordeel van de musicbox. Daar kunnen we best wel makkelijk mee doen. Maar met de andere dingen kan je ook makkelijker een hunt krijgen. Dus de musicbox was er niet voor nodig geweest. Laten we deze dots pakken. En eventjes in het donker zo kunnen wij misschien ook kijken of wij iets hebben van dots. Gewoon zo stilstaan. Dit gaat echt nooit werken. Ik weet niet waarom, maar ik heb hier geen goed gevoel over. Waar is mijn zaklamp ook? Ach, wacht even. Oh, die ligt hier. Oh, hij is hier door het zout heen gelopen. Oh, maar geen footprints. Wow! Stop, hou op. Jij bent vervelend. Echt heel vervelend ben jij, weet je dat? Ben je nu... Ja. Oh, wel footprints. Dan is het een obake. Hold up, daar is mijn fotocam. Waar zijn de footprints? Nee, oh, daar is hij. En hij is weg. Die spande letterlijk voor mijn neus. Maar hij zit ook aan deuren en zo. Maar hoezo krijg ik daar dan... Oh, hier eindelijk fingerprints. Oh ja, je kan ook zien dat het een obake is. Aangezien die zes dingen heeft. Hebben die op de foto? Dat is best wel close. Ja, oké, fingerprints. Kijk, deze hand heeft 6 vingers. En dat is het een obake. Dan weet je gewoon... Kan jij even chill doen? Ik probeer te praten. Dan weet je gewoon, het is een obake. Dus dat is heel nice. Oh, hier hebben we ook nog fingerprints. Oké. Gooit hier ook met heel veel dingen. Nou, cool. Dankjewel, Ghost, voor deze informatie. Dan is maar goed dat we niet al te lang zijn wezen campen bij die dots in de bus. Want ja, daar had ik dus niks gevonden. Dan wat we nu gaan doen, is toch nog heel eventjes zoeken naar de boon. Want ik kan het gewoon niet... Ja, ik kan het gewoon niet laten gaan, eigenlijk. Ik vind het ook bloedirritant dat ik hem niet kan vinden. Maar het is niet iets wat ik expres doe. Want als ik hem niet zie, ja, dan... Zie ik hem niet. En dan kan ik er ook geen foto van maken. Kan ik hem ook niet oppakken. Maar zo
moeilijk zou het niet moeten zijn. Dus ik ga nu gewoon echt een heel rondje, stap voor stap, focussen en door dit huis lopen. Dan gaan we hier kijken. Ligt hier een boom? Nee, dit is echt... Ik voel me net weer in de kleuterklas hoe ik zo tegen mezelf praat. Dat is wel triest. Maar blijkbaar is het nodig voor mij om iets van... Maar kijk, zou die ook niet gewoon hieronder kunnen liggen of zo? Ik weet niet of dat een ding is, hè. Maar dit... Oké, hier moet je niet naar luisteren. Dit is gewoon ik die mezelf deze onzin probeer goed te praten. Hier ligt die echt ook niet. Ook niet onder de auto. Dat kan toch niet? Oké, de kelder. Volgende stap. En anders ligt die echt in het begin van het huis. Moet dat wel een beetje daar liggen. Hallo bro, zit hier de boom? Oh nee. Oké, daar zijn we geweest. Dus we hebben alleen dit stukje nog over. Hier in het kastje ook niet. Hier niet. Oké, doen we hier een lampje aan. In deze kamer is hier toevallig de boom. Oh my, ik ben hier geweest. Ik heb een foto gemaakt van de musicbox. Hoe heb ik dit niet gezien? Ik heb voor mij letterlijk gewoon zo gelopen. Oké, nou, we hebben hem tenminste. Weet je, ik ben blij. Ik ben eigenlijk helemaal niet blij, want deze had ik gewoon eerder moeten zien. Het was letterlijk een grote boom. Het was niet eens zo'n klein boontje die helemaal verstopt is. Oké, dan nu moet eigenlijk mijn sanity omlaag dat hij die crucifix gaat burnen. Wat ik dan ga doen is eventjes de smudge stick halen en de lighter. Dan hebben we die maar alvast. Voor het geval dat hij opeens ja, gaat hunten, dan zijn we niet gelijk helemaal dood. Dan ga ik hem nu daar binnen gewoon chillen totdat de ghost ja, iets gaat doen. Dacht je ervan, ghost? Dat is een goed idee, hè? We kunnen nog wel eventjes foto's maken trouwens van alle interaction gebeuren, weet ik veel wat, dingen. Want hij zit nog heel veel. Kijk hier, fingerprint. Daar heb ik geen foto van, want die was alweer weg. Oh, het is een interaction foto. Oh, doe je fingerprint. Nou, interaction foto ook goed dan. Oh, doet hij de douche weer aan? Of wat doet hij aan? De kraan. Daar ook een interaction foto van. Ja hoor. Nu zit hij weer aan de deur. Hier, interaction foto. Is er ook een fingerprint waar we een foto van kunnen maken? Ja, let maar op. Kijk hoe snel die fingerprint weggaat. Je moet dat echt heel lang chargen. Nou, ik weet niet eens of die erop staat. Frick dat ook. Ik doe het licht wel uit. Dan gaan we sanity iets sneller naar beneden. En als ik bang ben, gewoon daar naartoe rennen. Daar ben ik in no time. Maar wacht, als ik dit nou ook uit doe... Oh nee, het is een obake. Dan hoeven we helemaal niet die elektriciteit dingen uit te hebben. Ik ben wel benieuwd of we kunnen zien dat de obake gaat switchen. Want net hadden we die vrouwelijke ghost model. Maar de obake die kan dus wisselen. Vooral tijdens een hunt. Dan kan je gewoon zien dat het eerst zo'n grote kerel is. En daarna wordt het weer tot die baby. Dat is best wel grappig. Nou, hoe actief de ghost letterlijk net was, hoe weinig dat hij nu doet. Dat is echt insane. En ik kan wel zeggen, kijk, ik start eerst een hunt. Oh, nee, dat doet de ghost al. Wacht, wat? Oh nee, de ghost stond daar. Oh nee, als hij een hunt start, dan hoop ik natuurlijk eerst dat hij de crucifix breekt. Nou, dat was in ieder geval dan mijn sanity. Hoe laag is mijn sanity? Want ik had net wel sanity medication genomen. Toen zat ik vanuit de 50, dus zou ik toen weer op de 80 gezeten hebben. Maar ik sta inmiddels best wel een tijdje alweer in die kamer. Oh, 60. Oké, nee, dat is niet heel laag. Kijk eens mensen, zo heb ik toch even goed overzicht over de hele kamer. Ja, ja. Ik denk wel dat ik hier dood zou gaan als de ghost gaat hunten. Dus dit is niet een veilige plek. Maar hey, het is wel leuk. Let's go, daar is de crucifix burn. Kijk eens, dank u wel, dank u wel. Dan kunnen wij nu... de breaker is ook uit. Oeh, oké, dan gaan wij deze hier neerleggen. Dan pakken we even snel de music box. Die zit hier, ja. En dan gaan wij de hunt starten. En dan... Oh, maar dit is wel kak. Ik zie echt helemaal niks. Wacht, hold up. Even de breaker snel aanzetten hoor. Want dit is best wel irritant. Straks zie ik die ghost niet goed. En dan mis ik de rappel. Dat zou niet heel, heel fijn zijn, oké? Oké, dus even het licht hier aan. Lichtje daar. Oh, die is kapot natuurlijk. Laten we lichtje hier ook aanzetten. Oké, doen we daar de zaklamp op. De musicbox hier. Ja, oké. Laten we... Ga ik de ghost... We kunnen de ghostfoto ook wel maken. Ja, dan moet ik die nu wel vinden. Dat is wel een beetje... Even een lichtje aan. Yo bro, is de musicbox hier ergens? De musicbox. Fotocam bedoel ik. Oké. Musicbox daar. Fotocam. Jemig. Oké, jongens. Ik vind het een beetje spannend. Maar let's go. Nou, ik hoor de ghost zingen. Letterlijk hier aan de andere kant. Kijk, let's go. Komt u maar. Komt u maar, ghost. Niet door de muur teleporteren, AUB. Ik heb geen ghostfoto. Oh, hij verandert. No way. Zag je dat? Het werd die baby. Ik heb denk ik geen ghostfoto, want ik klikte toen ik dacht dat hij weer zou tevoorschijn zou komen. Maar toen kwam die opeens niet. Oké, jammer. Jammer, maar goed. Ik ben al blij als ik niet echt dood ga. En we wel de objective hebben trouwens. Dat wil ik wel. Want als ik de objective niet heb, dan was dit allemaal voor niks. Wow, het is voorbij. Hey, dikke prima. Dat is niet verkeerd. Ik kan inderdaad niet zien of we de ghostfoto hebben. Dus even op goed geluk gaan we er maar vanuit dat het niet gelukt is. Want het was echt compleet mis. Het enige wat mij boeit is of ik de juiste ghost heb geraden, ja of nee. En ik weet het eigenlijk wel 100% zeker aan die vingerpunt te zien, want hij had 6 vingers in plaats van 5 en dat is niet heel erg normaal. Kijk, daar hebben we hem. Flawless execution. Complete a perfect investigation. Let's go. Ik zei... Maar...
dan heb ik wel een ghostfoto. Dan heb ik wel een ghostfoto gemaakt. Hé, hoe was dat een foto dan? Oké, nou, ik vind het helemaal best. 2 achievements in 1 gelijk. Dat is best wel logisch, want we hebben natuurlijk de ghost goed geraden. Maar die perfect investigation is best wel leuk om erbij te hebben. Kijk ook hoeveel geld. Dit is zo nice. Vond je deze video leuk? Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En klik hier voor een andere Vesophobia video die je zeker niet wil missen. Joejoe!